Wordt bij langdurige diarree de levodopa wel voldoende opgenomen? Wie kan daar iets... Dat is een moeilijke vraag. En dat heeft er vooral mee te maken dat op de eerste plaats is de vraag wat je als diarree omschrijft. In medisch jargon wordt over het algemeen daarmee bedoeld niet zozeer dat de ontlasting alleen dun is, maar dat vooral het volume van de ontlasting verhoogd is. Wat eigenlijk betekent dat je er meer water bij hebt, meer vocht bij hebt gekregen. Ja. En op zich is wanneer je bijvoorbeeld een infectie in de dikke darm hebt die aanleiding geeft tot diarree, is in principe de opname van voeding in de dunne darm niet gestoord. Maar wanneer dat volume duidelijk is toegenomen door een probleem in de dunne darm, is het verhaal heel anders. Ja. En over het algemeen uitzicht dat het meeste, omdat je ook ziet dat er dan vet in de ontlasting verschijnt en dat kunnen we meten. Dus dat is dan vaak want dat vet hoort in principe in de dunne darm opgenomen te zijn, maar wanneer dat niet lukt, dan blijft het vet in die ontlasting aanwezig. En dat is een uiting vaak van het feit dat in de dunne darm te weinig stoffen worden opgenomen. Zoals voeding, maar ook zoals medicatie. Ja, dus nog even, als ik het goed begrijp, dan de maag is ervoor om het voedsel in hapklare brokjes naar de dunne darm te sturen. En de dunne darm is bedoeld om alle goede spullen eruit te halen. Ja. De dikke darm om het klaar te maken voor ontlasting. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen in de dunne darm, die enorm in lengte varieert, hè, bij mensen tussen de 4 en de 6 meter, vindt eigenlijk de opname van bijna alle voedingsstoffen plaats en ook het verreweg het meeste vocht. Ja. En dan wordt het naar de dikke darm getransporteerd. En de speciale capaciteit van die dikke darm is nou net om dat laatste restje vocht eruit te halen. Ja. Waardoor we je moet je realiseren, op het niveau van de dunne darm komt per dag ongeveer 10 tot 12 liter vocht voorbij. Maagsap, alvleesklierzap, speeksel, noem maar allemaal op. 12 liter. En dat reduceren we over het algemeen tot 200 of 300 milliliter ontlasting. Dat geeft aan dat er een enorme opnamecapaciteit is. En dat gaat die dunne darm steeds moeilijker af naarmate die voeding steeds geconcentreerder wordt om daar nog vocht aan te onttrekken. En die dikke darm heeft nog net al speciale capaciteit om dat laatste restje vocht eruit te wringen, waardoor je zo weinig ontlasting maakt. Ja, en wat ik hoor zeggen is dat bij diarree, want de vraag was van, heeft levodopa, het gebruik van levodopa, te maken met langdurige diarree, kan het daardoor beïnvloed worden? Dat heeft dus heel erg te maken van, komt die diarree uit de dunne darm of uit de dikke darm? Als het uit de dikke darm is, dan heeft het geen effect op de levodopa. Komt die uit de dunne darm, dan zou het best eens effect kunnen hebben. Ja, en ik noem die dikke darm heel specifiek, omdat, hoe raar het ook klinkt, maar die diarree kan ook een uiting zijn van obstipatie. Ja, dat maakt het nog ingewikkelder. Dat noemen we een duur woord, paradoxe diarree, maar als ontlasting opgehoopt raakt in het laatste deel van de dikke darm, dan komt er op het laatst als een soort verdedigingsmechanisme, wordt er in de dikke darm geen vocht meer opgenomen, komt dat er langs stromen. En krijgen mensen dus diarree, maar dan als uiting van obstipatie. Ja, dus kan zelfs dus de vraag is daarom zo moeilijk om te beantwoorden. Ja, ja. Ik denk vooral dat je erop bedacht moet zijn dat die diarree een relatie heeft, wanneer je merkt dat het effect van de medicijnen in één keer minder wordt. Ja. En dat gepaard gaat met diarree en dat je er dan op bedacht moet zijn dat die opname verminderd plaatsvindt.